Bewoners van de Geerkade in Etten-Leur hebben al jaren last van hangjongeren. En nu het 's avonds weer warmer begint te worden, wordt het alleen maar erger. Er kwam hier een mevrouw een hondje uitlaten. En die gingen ze mij van die grote grindstenen bekeken. Het is niks als bier drinken. Ontzettend veel bier drinken. Appie, klaar. Volgens Verstappen treedt de politie niet hard genoeg op tegen de hangjongeren. Maar met het kaartensysteem moet daar nu verandering in komen. Troep op straat, vernielingen, wat baldadigheid. Hebben we liever niet. Dus we gaan het gewoon eens even registreren. Bij deze wil ik jou deze kaart uitreiken. Okay. Staan jullie hier vaak? Ja, de laatste tijd al wel vaker. Wat doen jullie hier zo dan op een gemiddelde avond? Ja, eigenlijk vrij weinig. Vrij weinig tot niks eigenlijk. Ja, ook een beetje hangen, hè. Maar dat gelooft inmiddels niemand meer in Etten-Leur. De jongeren die laten zich toch niet wegjagen omdat ze een blauwe kaart van u krijgen? Nee, nou, het gaat ook niet om het wegjagen, hè. Het gaat om een stukje bewustwording. Dat de jeugd toch in ieder geval zich bewust is van het feit, hey, de politie let op ons. Dit keer bleef het bij een blauwe kaart. Maar de volgende keer is het een gele en de keer daarna een rode kaart. In dat geval worden de burgemeester en de ouders van de jongeren gebeld. Maar tot die tijd houdt mevrouw Verstappen zelf een oogje in het zeil.